allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel is dit een beetje een spooky kerstfilmpje. Zoals veel van jullie al weten doe ik best wel aardig wat Urban Legend video's hier zo op dit YouTube kanaal. Dus ik kon het eigenlijk niet laten om ook in december een soort van creepy kerstvideo, Urban Legend-achtig iets te doen. Dus ik ben gaan googlen en ik heb wat verontrustende dingen gevonden. En die ga ik vandaag met jullie delen. Zoals eigenlijk de titel al zegt, gaat het over het dodenaantal op kerst. Dit is totaal geen disrespect deze video. Dus als je iemand kent of je hebt een geliefde verloren op kerst, dan vind ik dat natuurlijk vreselijk. Maar ik hou ervan om te gaan onderzoeken en te kijken en te lezen. En dat deel ik dan met jullie. Dus deze video is wel met respect, dat wil ik wel heel eventjes gezegd hebben. En laten we nu maar beginnen met wat ik heb gevonden. Nou, zoals ik eigenlijk al zei, is het dodenaantal ontzettend hoog met kerst. Wat best wel raar is en wat je dan natuurlijk als eerste denkt, is dat het voornamelijk zelfmoord zou zijn. Omdat met kerst, ja, dan is iedereen altijd gelukkig, happy family. En als je dan niet lekker in je vel voelt, zou dat een punt kunnen zijn dat je wordt geduwd en zelfmoord pleegt. Maar het rare is juist dat de zelfmoordpogingen met kerst eigenlijk het laagste zijn van alle dagen. Dus waarom is dan alsnog kerst een van de topdagen waar mensen overlijden? Nou, dit is dus echt een speculatie. Het is wel echt onderzocht en je ziet overal terug dat kerst echt wel een dag is waar heel veel mensen doodgaan. Maar de precieze reden weten ze eigenlijk nog steeds niet. Er zijn heel veel onderzoekers en heel veel ideeën hoe dit nou komt. Het is ook algemeen bekend dat eigenlijk meer mensen doodgaan in de winter. Dat komt dan door de kou. Dus een van de dingen die mensen dan denken is dat het komt door de extreme kou rond kerst. Dat je echt in de winter zit. Maar dat verklaart dan dus niet waarom met kerst juist zoveel mensen doodgaan. Ook eentje is dat het kerst aardig wat stress zou opleveren en dat mensen door stress overlijden. Maar dat lijkt me nogal... zou wel kunnen bij sommige mensen natuurlijk, maar ik denk niet dat dat de piek veroorzaakt. Degene die ik eigenlijk het meest logische vind klinken is dat er minder hulpverleningen zijn rond kerst. Er zijn natuurlijk nog steeds hulpverleningen, maar het is wel aanzienlijk minder dan normaal. Dat is natuurlijk omdat veel mensen kerst willen vieren. Ik denk dat het in Nederland minder is, omdat wij natuurlijk Sinterklaas hebben. Maar in Amerika en zo is kerst echt het feest. Samen met Thanksgiving en zo natuurlijk. Maar kerst is daar echt wel een groot feest. Dus ik snap wel dat er misschien dan minder hulpverleningen zijn. Dat meer mensen kerst aan het vieren zijn. Maar eigenlijk alle dingen die ik zojuist heb gezegd is eigenlijk nog steeds niet een reden waarom kerst nou zoveel meer dodenaantallen hebben. Er zijn, zoals ik al zei, veel onderzoeken gedaan en geen enkele wetenschapper kan echt de vinger op de zere plek leggen. Ze hebben wel veel ideeën, wat ik net al een beetje aan jullie verteld heb. Maar echt de reden waarom dit komt, hebben ze eigenlijk nog steeds niet. Ik kan ook wel ergens inzien dat het misschien een combinatie is van eigenlijk al deze dingen wat ik zojuist heb gezegd. En dat dat ervoor zorgt dat er meer doden zijn. Natuurlijk een beetje een luguber onderwerp voor de kerstvideo's. Maar ja, zo'n video hoort erbij bij mij. Af en toe doe ik zo'n video. Ik vind Urban Legends en Conspiracy Theories echt heel erg leuk. Ik vind dat heel erg interessant om te lezen. Laat vooral hier zo in de reactie achter wat jij hiervan denkt. Wat denk jij dat de reden zou zijn waarom er meer mensen overlijden met kerst? En dan hoop ik dat je het ergens leuk vond om deze video te kijken. Vond je het nou leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, dat is hier beneden. Maar één druk op de knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. En mijn volgende video wordt gewoon weer een leuke, vrolijke kerstvideo. Maar ik wou graag wel mijn vondsten met jullie delen in deze video. Doeg!